Ja. Ik kijk alleen niet eraan. Oh. En ze wordt steeds beter met paardrijden, staat hier. Dat is gunstig. Je bent echt een paardenmeisje. Misschien. Ja, hè? U zoekt toch nog een chauffeur? Ik zoek zeker nog een chauffeur. Ja, toch? Jazeker, voor mijn paard. Dan je lekker borstelen ook nog, even schoonmaken. Even alles uit de stal halen. Ja, zeker. Dat is wel heel erg belangrijk. Dan hoeft Piet dat niet te doen. Gaat allemaal lastig goed met jou. Heel erg goed, zeg. Nou. Goh. Weet je misschien ook nog een leuk liedje te zingen? Een heel klein liedje. Sinterklaas kapoentje. Wij luisteren allemaal. Doe maar even. Ga mij dansen. Sinterklaas kapoentje. Kom die zo in een schoenje. Gooi wat in mijn laarsje. Dank je Sinterklaasje. Goed, Lisa. Je hebt het heel goed gedaan. Nou, Nick. Nou. Nick is de volgende die in het grote boek staat. Goh, ja. Nick, ja. Piet, dat hoef je er toch niet in te zetten. Hier staat in dat ik hem afgelopen woensdag gezien heb. Jazeker, ja. Nou, ja, we hebben elkaar gesproken afgelopen woensdag in Café Sparendam. Ja. Ja. Jij vertelde toen dat je Zwarte Piet wilde worden. Nou, dat is dan afgesproken. Ja. Je hebt al een mooi pak aan. Zeker weten. Dus alles komt heel erg goed. Afgesproken? Ja. Hij zit in de klas bij Guus en Skip. Die waren er volgens mij ook bij, afgelopen woensdag. En Onno en Kian en allemaal kinderen. Waren die er ook bij? Ja. Oh, ja, ik heb zoveel kindjes gezien afgelopen woensdag. Guus, die kennen we wel, geloof ik. Die Guus. Guus, oh ja. Zegt, je zit op voetbal, Sparenwoude? Wie? Jij? Ja. Ja. In welk team zit jij? Hoe heet dat team? F2. F2? Ja. Oké, waar wil je later gaan voetballen als je groot bent? Ajax of Feyenoord? Nou, volgens mij allebei niet. Volgens mij allebei niet. AZ? Allebei. Ja? Oh, dan is het goed. Dan is het goed. En hij zit op zwemles, staat hier. En dat gaat heel erg goed. Je doet in ieder geval heel goed je best, Nick. Ja? Oké. Hij is gek op Lego Star Wars. En hij heeft daar gewoon al een paar cadeautjes in zijn schoen voor gehad. Ja. Dat weet je wel, Piet. Dat weet je wel, door de schoorsteen zo in de schoen. Ja. Ja, heb je goed gevonden. Hoor. Ja. Goed zo. En waar hij ook erg van houdt, dat zijn dino's. Ja. Ja, kijk maar eens even. Dat doet hij goed na. Dat doet hij hartstikke goed, hè? Ja. Oké. Okay. Kunnen jullie dat ook zo goed nadoen? Ja. Zit er nog eens? Ik heb een nieuwe. T-Rex? Die groot, wel gevaarlijk toch? Ik heb wel een nieuwe. Je hebt een nieuwe? Dat is met, die heeft een fin op zijn rug en dat is de allergrootste T-Rex van de wereld. T-Rex. Finosaurus. Waarschijnlijk wel. T-Rex. Finosaurus. Heb je ook een pepernoot-etende dinosaurus? Misschien een. Ja, daar wel. Die ligt zie je wel? Daar ligt er, hè? Ja, daar ligt. Pepersaurus. Daar speel je wel graag mee, zeker, hè? Met die dino. Ik heb er meer van, maar die zijn anders. Oké. Okay. Dat is maar goed ook, want anders lijken ze allemaal op elkaar. Alles goed, hè? Ja. Ja. Zeker weten.
Nou, eens even kijken. Joy en Quen heb ik hier staan. Zo, wat spannend, hè? Jullie hebben er onlangs een zusje bij gekregen, hè? Ja, Fate. Fate? En waar is Fate nu? Die slaapt al. Oh, die is omgedraaid. Ze is aan het slapen. Die is omgedraaid. Oh, wat lief. Ja, wat een schatje. Nu zijn jullie met drie meisjes thuis. Volgens mij ben je vier. Toch? Nou, nou. Papa wou een jongen. Oh? Ja. Dan kan Sinterklaas zich wel iets bij voorstellen. He? Allemaal meiden in huis. Nou? En allemaal spiegels straks en telefoons. En allemaal jongens die voor de deur staan. Nou? Begrijp het wel. Goh. Eens even kijken. Jij hebt deze zomer je zwemdiploma gehaald. Oh, dat is goed. Wat geweldig. Kan je hier gaan zwemmen? Hier zo goed. Het raam uit. En je bent pas 5 jaar, dus dat vindt Sinterklaas heel goed voor jou. Ik ben al 6. Oh, daar is de deur. Jij bent al 6, ja. Dat is beter. En je zit in groep 2, bij juf Kim en juf Arneloes. En wie is nu de liefste eigenlijk van de twee? Allebei. Oh, wat is dat een goed diplomatiek antwoord. Ja. Dat is een heel moeilijk woord voor. Die heb een goed antwoord gegeven. Ja. En ik zie dat je hier wel verkering hebt. Nu al. Je bent maar 5 jaar. Hoe heet je vriend? Piet. Piet natuurlijk. Hoe heet Piet? Piet. Lexus? Piet je vriend? Lexus. Ja, hè? Lexus, hè? Is niet Piet. Nee. Piet, hè? Lexus, Lexus, dat is haar vriend. Dat is haar vriend. Ja, vind jij Piet wel leuk? God, dat kan maar. En je speelt heel graag met Zoe. Ja. Wie is Sobi? Een vriendinnetje. Oké, woont hij bij jou in de buurt? Nu iedereen erbij is, dat moeten jullie weten. Mm. Misschien dat je iets leuks hebt gezien op de televisie, dat je denkt van nou, dat is goed dat jullie dat ook weten. Of op school meegemaakt. Of op school, ja. Niks eigenlijk. Ja, het is ook een beetje spannend. Nou, volgens mij wel, maar je wil het niet vertellen. Heel goed. Nou. Ze zijn heel blij met jou, papa en de mannen. Ja, je doet het heel erg goed en blijf zo je best doen. Ja? Je zit bij juf Sessa in de klas. Bij juf Tessa in de klas. Ja? Eens even kijken. Heb je mij op school gezien? Ja, juf Tessa was er ook. Hé? En er waren nog meer papa en mama's. Zij was gisteren ziek. Was ze ziek? Wat had ze dan? Was ze verkouden? Voelde ze zich niet zo lekker? En gaat het nou weer een beetje beter? Oh, gelukkig. Nou, ik ben wel helemaal gerustgesteld. Ja, maar als je buiten gaat misschien ook een beetje ziek, hè? Hoor je dat nou eens even, hè? Wat Sinterklaas, hè? Hij ziet alles, hè? Ja. Ja, dat moet je wel doen, hè? Spreken we dat af? Ik heb kinderen die op school niet een jas aan doen. Ja, maar Quen moet dat wel doen. We zijn een beetje voorzichtig met kwennen. Precies. Ja? Zullen we dat afspreken? Afgesproken. Dan heb je dat met Sinterklaas afgesproken. Nou, je bent ook ziek geweest, hè? Je had de waterpokken. Oh jee. Had je allerlei vlekjes en pukkeltjes? We zijn allemaal weg. En waren die jeukeren? Moest je doen krabben? Ja. Kijk, is nog wel. Ja, 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 ja. Je hebt er nog een paar, hè? Ja. Die zijn nu droog en nu is het niet erg meer. Ja, nou, dus je hebt heel goed geluisterd hoor. Ja. Heel erg goed. Ik zie dat je graag met Johan speelt. En Deon. Deon? Deon. We spelen met vader en moedertje. Oh, dat is leuk. Oh, doe je dat vaker spelen? Ja, en doe je nog een ander spelletje spelen met ze? Ja, verstoppertje. Verstoppertje. Ja, en doen jullie dat buiten? En wat doe je dan de volgende keer aan als je buiten gaat spelen? De pieterpak. Je schoentjes en je jasje doe je aan als je buiten gaat spelen, toch? De pieterpak. Nee. Ja, pieterpak. Piet. Goh. Pieterpak is cool. Nou, dat dacht ik wel, ja. 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 Zo. Nou. Nee. Jullie hebben het gehoord, hoe goed dat allemaal gaat. Ja. Iedereen is heel erg blij met jullie.
Willen jullie nog wat vertellen misschien? Ja, ik wel. Nou, vertel het dan maar. Nou, dat was op school gebeurd. Toen gingen we naar de gymzaal. Toen waren er nog. Toen was Sinterklaas erbij. Toen waren er twee pieten. Een groen met blauwe piet en een rode met zwarte piet. En kijk, die rode met zwarte piet die ging op een mat liggen en die mat. En toen had die andere piet, die rolde hem op en die ging op hem zitten. Nou zeg! Oh. Dat was leuk, zeg. Dan moest jij hem lachen, zeker, hè? Dat is wel grappig. Ja, dat geloof ik ook. Nou, hebben we alles besproken wat we moesten bespreken? Zijn we niks vergeten? Oh, de handstanden. De handstand? Nou, laten we zien. Ja. De handstand. Dat is waar ook, ja, daar zijn we mee begonnen. Ja. De handstand. Zo, hey! Wie nog meer in de handstand? Moet jij nog de handstand doen? Kun jij dat ook? Laat maar eens zien. Jij kunt het ook. Even wachten. Eén voor één. Hey. Oh, bijna goed. Knap hoor, kom maar. Let op, hè. Niet de andere kant opvallen. Goed zo. Nou, dat is heel erg mooi. Wij gaan er weer vandoor. We gaan naar de andere kindjes toe. We hebben dat heel erg druk. Maar we gaan natuurlijk niet weg als jullie een mooi liedje zingen. Nee. Dag Sinterklaasje. Ja. Dag Sinterklaasje. Dag. De volgende keer. Dag Sinterklaasje.